Iets anders. Rick van Kouwelaert, gisteren lazen we op de website van KNAK dat tegen senator Patrick van Krunkelsven klachten lopen wegens stalking. Hè? We zien dat hier. Waarom heeft u dat precies gisteren bekendgemaakt? Wel, het is ter sprake gekomen in een debat, in een gesprek, morgens op de radio, de ochtend. De ochtend, ja. Waar mij de vraag werd gesteld of het waar was dat. En ik heb alleen bevestigd dat die klachten er inderdaad waren. Blijkbaar werd het gerecht in Leuven ook al sinds zondag, na het optreden van meneer Van Krunkelsven, in de zevende dag al opgebeld. Mm-hmm. We hebben pas gisteren contact gehad met Leuven. En ja, we hebben dus dat bericht bekendgemaakt. En eerlijk gezegd, ik begrijp de hele discussie niet goed. Nee, maar was u bang dat iemand anders met nee, de primeur helemaal niet, zou gaan helemaal doen? Nee, helemaal niet. Het was ter sprake gekomen, dus het hoge woord was eruit. In het commentaar dat ik geschreven heb, heb ik daar met geen woord naar gerept. Daar wist het inderdaad ja. niet. Wist u er al langer van die klachten? Wel, het laat ons zeggen dat er een gerucht liep in de eigen partij van meneer Van Krunkelsven, dat aan de orde was en dat men daar met een vrees zat. Ja. Maar waarom vond u dat de lezer dit moest weten? Waarom was dit wel, relevant? Dat is het deel van de discussie dat ik niet goed begrijp nu vandaag de dag. Ik mag dus zeggen dat meneer Van Krunkelsven een politieke opportunist is. Ik mag zeggen dat hij een politieke windvaan is. Ik mag ook zeggen dat hij al die jaren al eigenlijk, naar eigen zeggen, want hij zegt, ja, ik zit in een parlementaire vergadering die eigenlijk niks te zeggen heeft. Dat is dus al die jaren eigenlijk al de kluit bezwadderd. Dat mag ik allemaal zeggen. Ik mag niet zeggen, of ik zou niet mogen zeggen, apropos, tegen deze man lopen momenteel twee klachten wegens stalking. Dat behoort tot het privéleven. Wel, dat hoor ik u nu zeggen, maar ik lees nu in een krant die ons vandaag een beetje beknibbelt, De Morgen, achtenswaardige krant, lees ik dat er sprake is van, u moet dus mij niet geloven op mijn woord, maar ik in De Morgen spreek van huisvredebreuk. Huisvredebreuk 's nachts. Ik weet niet of u dat weet, maar daar staan zware celstraffen op. Maar het gaat wel om klachten, hè, meneer Van Kouwelaert? Het gaat om klachten. Mm-hmm. Het gaat om klachten, maar meneer Van Krunkelsven geniet enige onschendbaarheid. Is misschien niet ontgaan. Dus dit is ernstig en ik vind dat dit het publiek mag weten. Dat een lid van de ogenvergadering, zoals men de Senaat noemt, dat daar een klacht tegen loopt. Ja. Twee klachten tegen. Meneer Van Krunkelsven? Ik heb daar niet veel commentaar over. Ik denk dat we... dat ik meer gestoord ben door de jarenlange guerrilla die eigenlijk gevoerd wordt door KNAK tegen mijn persoon. Zijn de klachten waar? Is het waar? Maar er zijn klachten, ik heb dat bevestigd, dat die klachten bestaan. Die zijn trouwens al vrij oud. En voor mij behoort dat ook inderdaad tot de persoonlijke levenssfeer. Klachten wil ook niet zeggen schuld. Ik denk dat er heel veel klachten worden geformuleerd. Ik wens er ook absoluut niet over op in te gaan. En voor mij liggen die, ik heb het trouwens gisteren gezegd, achter mij. En ik wens... daar ook niet tegen meneer Van Kouwelaert lelijk over te doen. Hij heeft hem te moeten schrijven. En dat is zijn verantwoordelijkheid. Laat het u zo koud? Ja, natuurlijk laat me dat niet koud. Ik heb van de nacht bitter weinig geslapen, hoor. Dat is absoluut heel onprettig om dat mee te maken. Maar ik wil het toch wel eens even hebben over de manier waarop KNAK eigenlijk al als zogenaamd kwaliteitsblad al jarenlang, minstens 4 jaar lang, tegen mijn persoon, op basis van een persoonlijke vete van een aantal mensen binnen KNAK, week in, week uit, op basis van leugens, halve waarheden, dingen schrijven die ook wel kwetsend zijn. Maar een persoonlijke vaak... vete, zegt u, tussen wie dan? Wat heb je? Je hebt KNAK, dat is een blad waar heel veel goede journalisten in schrijven, dat is het middenstuk. En dan heb je een voorpagina en een achterpagina waar een bepaalde agenda achter zit. Wanneer meneer Van Kouwelaert, ja, dat zeg ik. Ja. Satire, zeggen jullie. Ik spreek van mijn pagina. Ja, ook uw pagina. Maar ik heb het over zowel de voor- als de achterkant. Ik ken mensen die satire schrijven, bijvoorbeeld Hugo Kamps. Komt uit de buik. Ik kan ze wel eens een keer goed of slecht schrijven. Maar als er een agenda achter zit... Als u systematisch, bijvoorbeeld u, tegen de VLD schrijft, als systematisch bepaalde mensen over de hekel worden gehaald, met herhalingen, week in, week uit, dan spreek ik inderdaad van beschadiging. En zelfs zo ver, dat weet ik ook. Dat is een actie beschadiging. En ik weet ook dat bepaalde mensen van mijn partij ook, en je hebt dat zelfs toegegeven, u de informatie geven die u niet controleert, maar op de basis van de welke... Welke informatie is niet gecontroleerd?
Ik ken gewoon de leugens. Ik stel zelf vast dat, en het kamp is duidelijk, u schrijft over Gams. Ik heb één keer over u geschreven. Dus als u spreekt van een agenda, maar, moet u toch voorzichtig zijn. Ik heb een agenda, ik ben aan het spreken. Mag ik even tussenkomen? Ja, meneer Van Kouwelaert. Het is, wat ik hoor is dat u selectief verontwaardigd bent. Dat u het op Open VLD gemunt hebt en in het bijzonder op meneer Van Kouwelaert. Als ik mij niet vergis, hebben wij ooit en met unanimiteit meneer Karel de Gucht verkozen tot man van het jaar. En waarom heb je dat gedaan? Omdat Karel de Gucht de man is die u de informatie geeft. Er is van heel de VLD. Ik hoop dat u beseft wat welke onzin u momenteel aan het verkopen bent. U hebt dat zelf gezegd tegen uw collega's. U liegt op dit moment. Dat is niet waar. En dat is geen onzin. Nee, dat is meneer, geen onzin. Meneer de Gucht is destijds voor man van het jaar verkozen. Minister Jan tot man van het jaar verkozen omwille van zijn optreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dat heeft lang niets te zien. U overschat uw eigen persoon. Het spijt mij. Ik heb één keer over meneer Van Kretensveen geschreven. En dat was inderdaad niet lovend. Ik zal u ook zeggen waarom. U bent, denk ik, de enige senator in de geschiedenis van het parlement die ooit zijn eigen advies heeft weggestemd. Nu, dat moet u mij eens uitleggen. Nee, dat hebt u geschreven, dat is ook niet juist. Oh, maar meneer, de verslagen van het parlement, nee, dat is ook niet juist. Mogen we terug naar wat hier op tafel ligt. Nee. Het argument van, dit behoort tot de levensfeer, tot de persoonlijke levensfeer. Ik zou dat aanvaarden van iemand anders dan meneer Van Kringels. Waarom niet van hem? Omdat hij zelf in 2007 te koop heeft gelopen in dag allemaal met zijn eigen privéleven. Waar toen? Waar ben ik me niet vergis, gelopen? U stond toen toch op de cover van Dag Allemaal. En waar toen meneer Walter Pauli in de Morgen u net niet van lijkenpikkerij heeft. Dus wat u nu schrijft, is daar een consequentie van? Nee, helemaal niet. Ik zeg alleen dat men heel selectief in de politiek, heel selectief zegt, ja, dat behoort tot de privésfeer. Ik moet zeggen, ik vind dat bijzonder hypocriet. Ik heb dat de jongste weken niet beleefd, bijvoorbeeld toen men de goorste details over het einde van Frank van den Broeke, de wielrenner, te grabbel heeft gegooid. Mm-hmm. Daar heb ik de pers niet over gegooid. Integendeel, we kregen extra edities. Ja, maar nu zegt men, de politiek zegt, maar dit is de privésfeer. Ja, meneer Van Kouwelaert, een argument zou kunnen zijn, de kinderen van meneer Van Kringelsven lezen of horen dat ook. Denk je daaraan? Ja, natuurlijk, maar daar zou meneer Van Kringelsven wel eens moeten aan denken op het moment dat hij huisvredebreuk pleegt. Ja, maar u beschuldigt mij. Nee, ik zeg alleen, dat is een vaststelling. Moeten we in dit land de rechter niet laten oordelen? Moeten we niet wachten tot er een veroordeling is voor bezoek? Maar wat ik niet aanvaard is dat sommige mensen, en ik moet zeggen, wat daar de zondag is opgevoerd geweest in de zevende dag, vond ik echt emeltergend de manier waarop dat gebeurd is. Mag ik toch ook nog even waarom het woord? Waarom was dat hemeltergend? Dat wil ik nog even. Wel, de manier waarop daar een premature eiligverklaring. Ik ken de carrière van meneer Van Kringelsven natuurlijk door en door. Ik heb ze van in het begin gevolgd. En ik moet zeggen, trouwens, maak even toch melden dat meneer Tobak zelf gezegd heeft, deze man vertegenwoordigt eigenlijk alleen zichzelf. En ik merk dat vandaag mensen die zeker niet tot mijn vriendenkring behoren, zoals de heer De Waal en de heer Tommelijn, eigenlijk vragen dat u meteen ontslag neemt. Daar komen we straks op nog terug. Meneer Van Kouwelaert, wat als die klachten nu geseponeerd worden? Dan is het wel geschreven intussen. Nee, wij zeggen, er zijn twee klachten die lopen. Moet toch eens een beetje kijken. In mij verbaast het een beetje ook, eerlijk gezegd, van vrouwelijke journalisten. Geweld op vrouwen, dat is meer dan slagen en verwondingen. Hè? Dat is intimidatie, dat is huisvredebreuk. En daar gaat het mij hier om. Mm-hmm. Daar gaat het mij om. En daarom neem ik dat zeer ernstig. Meneer is een verkozene des volks, zetelt in de Senaat, de ogenvergadering. En hoort, dat is niet maar even boven zijn theewater zijn, achter het stuur. Dat is niet zomaar even te snel rijden. Nee, dit zijn ernstige aanklachten. Meneer Van Kringelsven. Ik kan me natuurlijk niet verdedigen en ik vind die discussie ook wel zeer aberrant. Ik heb ook absoluut geen probleem mee dat er inderdaad zo'n klachten zijn geformuleerd. Maar tot nader orde is er in dit land niemand schuldig tot hij inderdaad veroordeeld is. En blijkbaar heeft... Is dat niet goed doorgedrongen tot de heer Van Kouwelaert? Maar politici moeten wel een voorbeeldfunctie hebben. Ja, maar dat is juist. En nogmaals, als meneer Van Kouwelaert dat wil schrijven... Mij valt op dat u niets ontkent. Alleen zegt, ik wacht af. Maar, ja, maar ik heb ook leg, niks... Leg, u, leg, alsjeblieft, ik, leg alsjeblieft uw onschendbaarheid op tafel.
zegt men hier nu... Maar er is trouwens, meneer Van Kouwelaert, wat de onschendbaarheid betreft, als de procureur inderdaad vindt dat die moet opgeheven worden, wordt die ook opgeheven. En ze worden de laatste tijd voor vrij kleine zaken opgeheven. Dus daar is ook de kwestie niet. En ik zal maar al te graag, als men wenst daar een rechtspraak over te houden, zal ik mij ook wel verdedigen. En dan zullen we wel zien wat daaruit komt. Ik zeg nogmaals, wat u gedaan heeft met mijn persoon is gedurende jaren inderdaad op basis als een postbus bijna, waar sommige mensen bepaalde berichten over mij afleverden, bij u dingen geschreven hebben die vaak kant nog wal raakten, voortdurend scheldwoorden gebruiken, tirades houden, op basis van eigenlijk geen enkel bewijs. Ik vind dit... Ik heb u laten spreken. Ik heb één keer dat interesseert mij niet. Ik heb het over uw blad gezet, toevallig ook directeur. Ja, juist. U hebt het zelfs ooit bestaan van mij op te bellen. Ik heb op een bepaald moment, dat was denk ik ook op het moment dat Tobak dat gezegd heeft, ik heb op een bepaald moment gezegd, rond de onderhandelingen van de termen nog, die een grote staatshervorming wenst door te voeren, heb ik op een bepaald moment gezegd, dit is onmogelijk als je niet op een 2/3 meerderheid kan rekenen. En ik heb dit dan ook tegen een journalist Le Soir en daarna aan de zevende dag verteld. U hebt mij dan opgebeld. U hebt mij toen opgebeld en u hebt toen gevraagd, ja, is dat ook de mening van Verhofstadt? Verhofstadt die toen meer aan de zijlijn stond. En ik heb u dan ook gezegd, ik wil dat confirmeren, maar bij mijn weten zal hij wel dezelfde redenering daaromtrent houden. Maar ik wist dat zelfs niet en ik heb daar achteraf ook met hem over gesproken. Dan, u schrijft daar niks over, maar de week daarna staat er wel op de laatste pagina's, die u samen met de schrijver van die artikels ook goed beheert en bestuurt, staat daar dat ik dan plots met veel te veel enthousiasme de mening van Verhofstadt naar buiten heb gebracht. Maar dat slaagt nergens op. Dat is wat u systematisch doet. Halve waarheden en hele leugens over mij vertellen. Ik zal u een ander ding vertellen. Nee, dat meneer Van Kouwelaert nu eerst even reageert. Nee, maar hij zegt dat het niet waar is. Het zijn gewoon de feiten. Mag hij reageren? Ik zou mij zeer verbazen, mocht ik u in de zomer van 2007... hebben opgebeld over de regeringsvorming. Nee, terug naar de essentie van deze zaak. Zijn vertrek uit de politiek is inderdaad relevant. Maar hebt u dit ook? Wat heeft dit te maken met zijn vertrek uit de politiek? Nee, dat is gewoon te sprake gekomen 's morgens op de radio. En wij hebben het gezegd, de kat is uit de zak. Laten we het nu ook gewoon op de site zetten. Punt aan de lijn. Maar 's morgens brengt u het? Ze zeggen dat het op een vraag. Er is een journaliste vraagt mij, klopt het dat er klachten zijn? Dat heb ik gewoon geconfirmeerd. Dat is alles. Maar is het toevallig dat het 2 dagen gebeurt nadat meneer Van Krukkels en zijn vertrek heeft aangekomen? Ik denk dat er blijkbaar meerdere journalisten toch wel op de hoogte waren al gebracht. Vermoedt u dat zijn vertrek iets met de Gucht te maken heeft? U mengt de dingen. Ik heb alleen gezegd dat de systematiek waarbij er over bepaalde mensen roddels worden verspreid. En het gaat echt niet alleen over mijn persoon. Het zijn verschillende mensen van de VLD en niet van de CD&V. Ook niet van VTM. Komt ook regelmatig in de rubriek voor. Het valt toch wel op dat bepaalde uw broodheren, en u zit in dezelfde groep als VTM, die worden niet aangevallen. Dus het gaat helemaal niet over een objectieve... complete nonsens. Moet ik ook voortdurend zeggen dat het nonsens is? U bent onuitstaanbaar, laat mij nu spreken. U zegt gewoon ik bel u niet op. U hebt mij opgebeld? Natuurlijk niet. De laatste keer dat we elkaar gezien hebben, is in Leuven. Ik heb er ook getuigen van. Oh ja, wel, laat ze aanrukken. Ja, ik zal het wel op tijd en stond doen. Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Wat zegt u? Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Zijn parlementaire onschendbaarheid opheffen? Nee, ik zeg alleen dat het gerecht in Leuven... Het gerecht in Leuven moet gewoon zijn werk doen. Ik zeg alleen, en ik zie dat vandaag de heer De Waal en meneer Tommelijn gewoon het ontslag vragen van meneer... Meneer Van Krunkelsen, denkt u eraan om stappen te ondernemen tegen KNAK? Goh, ik zal het op gepaste tijden wel doen wat ik denk te moeten doen. Maar het is inderdaad heel moeilijk om een journalistiek werk... gezien de hoge beschermingsgraad natuurlijk van de media en de journalisten. Het is heel moeilijk om daar inderdaad met klachten een goed einde te brengen. Maar ik vind het inderdaad helemaal tergend dat steeds dezelfde mensen worden aangevallen. En ik vind, ik ben daar straks niet helemaal uitgesproken, maar goed, ik moet niet meer voorbeelden geven. Maar het is wel zo dat bepaalde mensen intimi
uit de bepaalde partij u die informatie wel degelijk geven. En daarna dan voor beloond worden en ook worden ook ontzien. Uit uw eigen partij, ik vind dat, heb ik begrepen. En ook vanuit mijn eigen partij. En ik vind dat een perfide spel waar u als kwaliteitsblad, waar je toch kan verwachten dat je informatie controleert en nakijkt en niet als een postbus, als mensen persoonlijke afrekeningen hebben met andere mensen, dat het er gewoon opneemt en erover schrijft. Dit is een kwaliteitsblad gewoon onwaardig. Ik stel voor dat u deze aantijging ook tegenover Karel de Gucht, dat die herhaalt, waar Karel de Gucht bij staat. Dat wil ik heel graag onder. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Meneer Van Krunkelsven, wanneer gaat u nu effectief stoppen? Wel, ik dacht eigenlijk volgende week weg te gaan, maar omdat dat... Kan dat vandaag nog? Omdat Rick dat zeer zou plezieren, ga ik het toch wel een paar maanden uitstellen. En ga ik, denk ik, het einde van het jaar, ga ik, zoals ik eigenlijk ook gepland had, ga ik uit de Senaat. Ik heb dat ook besproken met onze voorzitter. En ja, met Guy Verhofstadt gesproken vanmiddag. Ja, en hij vond dat ook een goed idee. Mm-hmm. Ja, en hoe was dat gesprek met Verhofstadt? Oh, we hebben een heel goed gesprek gehad. Dat was... Over politiek in het algemeen, over Europa. En we hebben eigenlijk heel weinig over dit item gesproken. Was je niet boos? Hij was helemaal niet boos. Nee, maar bijvoorbeeld dat u pas net voor de zevende dag hem en Bart Tommelijn iets laat weten. Ja, ik heb dat ook wel heel opzettelijk gedaan. Hè, omdat ik mijn enige overtuiging had dat het beter was om op te stappen uit de politiek. Ik heb er 10 jaar over gedaan om te weten dat het parlement niks te zeggen heeft, zegt meneer Van Kouwelaar. U zegt dat, ik citeer. Nee, ik zeg dat ik op dit moment de indruk heb dat ik inderdaad te weinig van de dingen die ik wil in beweging brengen, kan in beweging brengen. En dan maak ik daar mijn conclusie. Ik zeg ook niet dat er geen mensen zijn in de Senaat die heel goed werk doen en proberen te doen. Dat is zeker zo, maar uiteindelijk, als je de resultanten ziet, is dat heel moeizaam, is er heel weinig vertrouwen, ook in de meerderheid, en gaan de zaken heel traag vooruit. En dan heb ik voor mij de conclusie genomen, ik denk dat ik met mijn inzichten meer kan bereiken op een andere plaats. En de vraag was waarom heb ik dan... Nee, Verhofstadt heeft een paar dagen daarvoor ook met mij contact opgenomen, en ik heb gezegd, we zullen er wel over praten, maar dat is inderdaad dan geweest nadat ik de beslissing heb genomen.